Kikotetutie. Hey guys! Vandaag ga ik iets doen wat ik al heel erg lang heb willen doen. Het is vandaag geen donderdag, maar we gaan even een throwback doen. Ik heb hier aan mijn computer liggen een vrij oude schijf met vrij oude dingen erop. Met heel veel dingen uit mijn pubertijd en waarschijnlijk hele beschamende dingen. Ik weet zelf niet zo goed wat erop staat. Ik ben mega benieuwd en vandaag gaan we het samen bekijken. Aan de ene kant ben ik echt super excited. En aan de andere kant heb ik echt zoiets van, wil ik dit op internet zetten? Ik weet het eigenlijk niet. Maar we gaan het gewoon doen. Dus dit is wat jullie gaan zien vandaag. Oude foto's kijken en misschien ook wel filmpjes. Oké, dus echt de eerste map die ik tegenkom is Jonas Scrapbook. Dit is echt gewoon... Ik heb dit nooit gemaakt, maar blijkbaar wilde ik een scrapbook maken over de Jonas Brothers. En dit waren de hoofdstukken die ik had verzonnen. Jonas Brothers, Living the Dream. Oh, kijk ze nou. Dit is een map genaamd Omdat We Mooi Zijn. Oh, kijk nou. Dit zijn Saskia en ik samen. Dit moet een jaar of 2008 zijn geweest. Super pretty. Dit was de tijd waarin ik graag petten van jongens stal om ze op te doen. En zo een beetje one of the guys wilde proberen te zijn. Ik had echt best wel fel rood haar gewoon hier. I'm such a model. Dit is echt een van de mooiste foto's die ik van mij en mijn vriendinnen heb. De middelste is trouwens Sabine, voor de mensen die haar ook kennen van YouTube. Ik ben de rechter. Zoals je kan zien hadden we een hele leuke avond. Dit vind ik ook erg mooi. Oh, kijk Sabine en mij. We waren zo jong. Dit is zo lang mijn favoriete foto van mezelf geweest. Dit was de tijd waarin ik een beetje het emo-stijltje een beetje ontdekte. En iedereen had dan zijn lok voor zijn gezicht zitten. En die keek dan een beetje zo scheef en zo. Er was één jongen, oh ik ben zijn naam vergeten. Hij had superblauwe ogen. Dat was echt de liefde van mijn leven. En ik heb deze foto echt eindeloos als profielfoto gehad. Wow, oh dit zijn echt zoveel foto's. Ik vond wel de namen van mijn mappen heel erg origineel. April Bil, Augustus Pus, November Labber. Oktober, sober. Juni, Europese Unie. Zoals je kan zien werd ik hier erg creatief met waarschijnlijk oogpotlood op mijn lippen. Oh kijk, het gaat verder. Er is een vraagteken bijgekomen. Dit deed ik echt ook alleen maar omdat ik het andere mensen op Tumblr zag doen. Jeetje, ik ben zo anders. Ik ben echt... Kijk, mijn blauwe oogschaduw ook gewoon. Oh, en mijn wenkbrauwen. Ik heb nu een filmpje gevonden en ik heb zoveel filmpjes gemaakt die ik niet online heb gezet. Dat is echt gewoon... oneindig. Ik weet niet precies wat ik hier ga doen, maar ik heb een idee. Aangezien ik het plaatje heb gezien waarmee die begon. Daar had ik zin in. Zo. Wat doe ik? Moedervlek. Dat lach je. Dat lach je. Oh nee. It gets worse. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb ook gewoon zoveel lol in mijn eentje. Hallo, my name is Deske en I have very bad skin. I have very bad skin. Hier vond ik mezelf obviously echt de coolste persoon van de wereld. Altijd een foto maken van jezelf als je een blauwe tong hebt. Altijd. Wow. Ik heb hier een foto van de Passeerdersgracht. Ik was dus blijkbaar met school was ik naar Amsterdam. En dit is zo grappig, want mijn mediabureau zit op dit moment in de Passeerdersgracht. Gewoon exact die straat. Zo grappig ook dit. Er waren gewoon dagen waarop ik... met vriendinnen dan een winkel in ging. Ging gewoon alles passen wat we tegenkwamen. Maakt niet uit of het lelijk of leuk was. En dit jurkje vond ik toevallig heel erg leuk. Ik heb hem zelfs ook nog gekocht, volgens mij. Oh yes, kijk de bandjes. Ik had Jonas Brothers bandjes. Oh, deze foto's ken ik. Ik heb toen met Saskia een hele fotoreeks gemaakt. Dat we ons haar aan het heen en weer zwaaien waren. Allemaal super rare foto's. Dit is toen we op vakantie waren in 2010. Oh ja, om te kijken hoe bruin haar Saskia zou staan. Kijk me nou. Ik heb ook echt een mega ladder gewoon in mijn panty hier. No big deal. Maar dit deed ik ook heel vaak. Dan ging ik me gewoon filmen in de klas. Dan ging ik gewoon mezelf filmen. Verder niks. Kijk me stoer zitten met mijn oordopjes in natuurlijk. Echt zo'n rot opstandig rot kind. Ah, soms mis ik die pony wel. Ik heb hem laten uitgroeien, die pony. Omdat hij zat, ja, hij zat heel vaak verkeerd. Ik moest hem altijd feunen. En ik heb zo'n kruin op mijn hoofd. Dus ik kwam heel vaak zo'n spleet zo in. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar als ik het zo zie, denk ik altijd wel van... Het was best wel leuk gewoon. Dit is ook echt prachtig. Dit is hoe ik outfitfoto's maakte. Kijk die achtergrond. Ah, oh, met Javier Guzman. Ik was zo blij dat ik hem had ontmoet deze avond. Wow, hier ben ik anders. Ik had me heel heftig opgemaakt. Kijk nou.
Wel tof. Ik vind het altijd bij mezelf. Ik kan zoveel gezichten hebben. En dan soms dan zie ik een foto van een half jaar terug. En herken ik mezelf gewoon al niet meer. Ik heb ook zoveel zangvideo's opgenomen. En nooit geüpload. Ik vind het wel heel grappig dat als ik dit hoor. Dat ik echt gewoon merk dat mijn stem vooruit is gegaan. Als de passie doopt. En alle tover is verbleekt. Vergeet hem. Hey, dit is Pat. Hier had ik echt voor een van de allereerste keren had ik een Halloween tutorial gemaakt. Ik vond die wallen echt best wel goed gelukt. Kijk. Even inzoomen. Heel mooi. Terwijl toen ik dat uploadde was ik daar echt ziek onzeker over. Ik dacht echt dat iedereen het lelijk zou gaan vinden. Kijk wat ik tegenkom. Dit is oud. Kijk hoeveel iedereen is veranderd. Behalve Sharon. Sharon ziet er gewoon nog precies hetzelfde uit. Dit is toch gewoon hoe Sharon er nu nog steeds uitziet. Wow, dit is wel echt... Old school, old school. Wow, kijk hoe mijn spiegel eruit zag ook gewoon. Ik ben sowieso fucking mooi op deze foto. Hieraan kan je gewoon zien wat voor hoarder ik ben eigenlijk. Origami figuurtjes, een armbandje wat ik ooit had gevonden op het strand. Ketting die papa voor me had meegenomen uit Afrika. Iets wat iemand voor me had meegenomen uit China. Een cool cat label. Heel leuk. En met lipstick erop geschreven, be who you are. En een kusje. Dit is ook zo leuk. Toen ging ik met allemaal meiden meeten die je kende ook via het internet. Dus hier heb je dus bijvoorbeeld weer Sharon. Sorry Sharon dat ik zo op je inzoom als je dit ziet. En hier bijvoorbeeld Chinese. Ik weet niet of mensen haar kennen, maar Chinese die werkt nu volgens mij bij Masha. Fun fact, ik heb met Chinese op Habbo gezeten. Op een Habbo forum. Back in the days in 2006 of zo. Oh, wat de hel. Oké, dus ik heb een camera ooit gekocht die de functie had om je mondhoeken meer omhoog te trekken. Alsof het leek dat je meer lacht. Dus ik had natuurlijk foto's gemaakt. Toen was ik daarmee aan het experimenteren. Dus dan heb je bijvoorbeeld dit. En dit. En dit. En dit. En glitter erbij. Wat is dit? Ga ik zingen? Waarschijnlijk ga ik zingen. Al zit ik goed. Al zit ik fout. Ik weet toch dat hij echt van me houdt. Oh, dit was een liedje dat ik moest zingen voor mijn musical. Ging ik oefenen door de webcam aan te zetten. En dan ging ik het terugluisteren hoe het klonk. Oh, kijk. Sanne en ik hadden het echt mega naar ons zin op dit feestje. Dit zijn echt de betere foto's. Oh, dit is een cover die ik nooit online heb gezet. So get back to where we last left. Van Sheila holding on to feel the same. Maar dit deed ik super vaak. Gewoon, weet je wel, heel veel proberen te zingen en zo. Maar ik was echt zo'n perfectionist die niks online wilde zetten. Maar nu ik dit zo terugzie, denk ik van... Zo slecht was dit helemaal niet. Ik bedoel, ik was gewoon een meisje dat het leuk vond om te zingen in haar slaapkamer. Oké, ik weet wat het is. Jap, dit soort dingen deed ik vroeger ook. Van die music video's maken. I like to bite my nails and play the air guitar. Ik vond dit gewoon top. Lekker playbacken, een beetje spelen alsof ik in een music video zat. Ik vond dat echt een van de leukste dingen om te doen ooit. Wow, over old school gesproken. Look at this, guys. Ik weet niet of mensen er blij mee zijn dat ik deze foto omhoog haal. Maar laten we even het rijtje afgaan. Sanne, niet de Sanne, zeg maar... Vriendinnetje Sanne, maar Sanne die nu in Londen woont. Books and Quills. Dan hebben we hier Teske met haar glimhoofd. Mr. A. Mitch, Bardo met echt een hele mooie koep. Dit is echt wel veel haar. Dylan, Dennis, Mert. Oh, kijk wat dit doet. Milan, David. Oh, dit is echt fantastisch. En ik denk dat ik ook maar met die ga afsluiten, want we zijn er een beetje doorheen. Ik heb nog een andere schijf liggen. Mochten jullie het leuk vinden om daar ook nog dingen van te zien, let me know. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Super veel hartjes. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei. En mijn kabel valt. Doei.